Hallo iedereen. In deze video ga ik jullie wat meer uitleg geven over het onderdeel Weer op locatie dat u kan vinden op de website noodweer.be. Het Weer op locatie bevat meer dan 800.000 locaties uit verschillende landen in Europa. Het is dus handig om zowel thuis als op vakantie de weersverwachting te raadplegen. En dit zowel op uw iPad, mobiele telefoon als op uw vaste computer. In de eerste kolom kan men het land kiezen. In de tweede kolom typ je de plaats in waar je de weersverwachting van wil weten. En na enkele seconden komt deze verwachting al op je scherm en kan men naar de vele details op zoek gaan. Bijvoorbeeld een grote stad Antwerpen. Eerst kunnen we dan het overzicht bekijken en dan krijgen we een vrij snel beeld welk weer we kunnen verwachten. Als we klikken op per uur, dan zien we alles iets meer gedetailleerd. Dan krijgen we een grafiek die tot 3 dagen vooruit kijkt. Onder de grafiek kijken we iets verder vooruit. Deze rode lijn die geeft de temperatuur terug, die vinden we links. De groene stippenlijn die geeft de luchtdruk weer in hectopascal. De pijltjes geven de windrichting en de windkracht terug. En de blauwe blokjes geven de neerslaghoeveelheden terug die worden verwacht. Als we op een bepaald uur gaan staan met ons pijltje, dan zien we in één oogopslag alle gegevens op een rijtje voor dat bepaalde uur. Klikken we op onweer dauwpunt, dan zien we de blauwe lijn die het dauwpunt weergeeft, staat links van de grafiek. De groene stippenlijn is nog steeds de luchtdruk. En ook de capewaarde kunnen we hier zien, als oranje lijn. Het wil niet zeggen dat er cape is, dus verhoogde onstabiliteit dat er ook onweer zal zijn. Ook onder de grafiek zien we de verwachting. Dan zien we ook de gevoelstemperatuur, de luchtdruk, het dauwpunt, de wind, windrichting en windsterkte, de eventuele UV-index en de percentage bewolking die verwacht wordt. En ook de neerslagverwachting vindt u hier terug. Wanneer we dan iets verder willen kijken, 15 dagen, dan zien we in onze grafiek 5 dagen vooruit. Onder de grafiek zien we tot 15 dagen vooruit. Natuurlijk, hoe verder we kijken naar de verwachtingen, hoe echter deze kunnen afwijken van het effectieve weer dat die dag zal plaatsvinden. Bij extra vindt u nog veel meer parameters, zoals de lifted index, deze is de rode lijn, maar ook een percentage uitgedrukte kans op hagel, supercell of tornado, en nog veel meer. Dit Europese netwerk is trouwens gebaseerd op numerieke modellen van verschillende bronnen. Als we kijken bij het tabblad vergelijk, dan zien we deze modellen staan. En dan met telkens hun verwachting eronder. Deze rode lijn geeft het gemiddelde weer van die verschillende verwachtingen en het rode gedeelte de eventuele afwijking die er kan zijn. Voor temperatuur, barometer, wind en neerslag kunnen we dat allemaal zien. Klikken we dan op kaarten. Dan kunnen we per model de verschillende parameters bekijken. Bijvoorbeeld het dauwpunt. De gevoelstemperatuur. Men kan dan op play drukken. En dan ziet men voor Europa de gevoelstemperatuur afspelen. Bij dagkaart kan men kiezen vandaag, morgen of dag 3. Je ziet hier oranje, dat is 5% kans op noodweer. Dat kan ook elders zijn dat de kaart gekleurd wordt. Men kan ook kiezen de hoogste temperatuur bijvoorbeeld die verwacht wordt. Of de neerslaghoeveelheid per 24 uur. En tot slot is er nog een tabblad meer, waaronder nog een paar extra's zitten.
Op weer op locatie is dus heel wat info te vinden wat de weersverwachting betreft door uw opgegeven locatie. Probeer het zelf ook even op noodweer.be of op de iPad, mobiele telefoon.